queijadas, een traditioneel Portugees dessert. Minder gekend dan de pastéis de nata, veel makkelijker. Veel resultaat, weinig werk. Ik ga beginnen met mijn muffinvorm in te vatten. Met een beetje boter. Typisch voor Portugese dessertjes is dat ze meestal bestaan uit eidooiers. Dat komt omdat vroeger de nonnekes alle eiwitten gebruikten om de priestergewaden te stijven. En met al die eidooiers hebben ze dan lekkere koekjes en dessertjes gemaakt. Zoals pastéis de nata en deze queijadas. En nu ga ik rondjes uitsteken ter grootte van de muffinvorm. Een tip, laat uw bladerdeeg zo lang mogelijk in de koelkast liggen voor het gebruik, want anders is het moeilijk om ermee te werken. Neem een uitsteekvormpje. Iets groter dan de muffinvorm. En dan gaan we cirkeltjes maken. Onmiddellijk gaan we dat in de muffinvorm leggen, want anders gaan die kleven. Je hebt altijd twee kanten aan dat bladerdeeg. De onderkant, de kant die tegen het papier zit, die is iets kleveriger. Vandaar ga ik die kleverige kant naar boven doen in mijn muffinvorm en de platte kant naar onder. Ons deeg zit in de vorm. Dat ga ik even opzij zetten. En nu gaan we aan de vulling beginnen. We beginnen met de verse platte kaas. Ik ga ongeveer 4-5 queijadas maken. Daarvoor heb ik 100 gram verse kaas nodig. 75 gram suiker gaat daarbij. En dit gaan we eventjes loskloppen. Dan gaan we de eitjes breken. Het zijn dus enkel de eidooiers die we nodig hebben. Je weet, de nonnetjes gebruiken de eiwitten voor andere zaken. Even doorroeren terug. Vanillesuiker. En een beetje kaneel naar smaak. Heel makkelijk, heel simpel, heel snel. We gaan onze bakjes vullen. Ik heb intussen de oven al voorverwarmd op 200 graden. Dat gaat er ongeveer 20-25 minuutjes in. Voilà, die hebben even afgekoeld. Ik ga die nu verder afwerken. Je serveert die liefst een beetje lauw warm. Een beetje bloemsuiker er nog over. Voilà, een lekker dessertje. Smakelijk!